Nou, Michel, we hebben net hier op de kartbaan heb je naar de Formule 1 gekeken. Beetje saai race. Ja, heel saai. Maar goed, winnen is winnen. Dus dat is natuurlijk heel leuk voor Max. Maar qua kijkspel, als je nou geen Nederlander bent, wordt het een beetje Hamilton-idee. Nogmaals, het is fantastisch. Het mooiste wat er kan gebeuren. Maar het was inderdaad een saaie optocht een beetje. Ja, Max die weet wel tikjes uit te delen. Het zijn eigenlijk grote tikken wat hij nu doet. Ja, je ziet het aan die kop van die Hamilton. Die kan er niet goed mee leven. En wat ook wel eigenlijk een beetje teleurstellend is, dat zo'n heel veld na een rondje of 12 op 14 seconden ligt nummer 4 en 5 en zo. Ja, is toch wel. Het gaat eigenlijk maar om drie rijders, vier die het een beetje bij kunnen houden. Want zelfs Perez houdt natuurlijk Max niet bij. Ja, Perez eindigt achter Hamilton en Bottas op de vierde plaats. Wat zegt dat over Perez en misschien ook wel over Max? Nou, Perez had nog een 2-3 ronden nodig en daar was hij denk ik voorbij gegaan. Dus dat hadden we het scenario van de vorige Grand Prix gehad. Dus dat zou ook heel mooi zijn. En dat is natuurlijk wel een hele goede teamgenoot voor Max. Als je iemand hebt die toch een beetje de boel kan afdekken en bijna op jouw niveau zit. Ja, volgende week weer een race op de Red Bull Ring. Zelfde uitslag, denk je? Ja, daar durf ik bijna al mijn geld wel op te zetten. Ik denk wel dat het gaat lukken. En ik weet niet wanneer gaan ze met sprintraces beginnen. Want dan zouden ze... Oh, Silverstone. Oké, en dat is natuurlijk wel weer een nieuwe dimensie. Want dan krijgen we een hele andere situatie. Andere banden, management of geen management. Noem maar op. Het wordt wel leuker, denk ik, om even dat mee te maken.